U kijkt naar Omroep Krijtland met vandaag de volgende programma's. Het affiche, Jan en Alleman. Namens de organisatie denk ik dat ik geen kalf van een geslaagde middag. Het is druk blijven, het is weliswaar koud. Maar de plein staat voor lui, dus wat willen we nog meer? Spectaculaire afdalingen gezien en het ging nog spannend werden gelijk in de finale. Ja, hangen de tieren gans kort bij je? De tieren hangen echt gans kort bij je. En met name in de generatie van een jaar of 30 zal het ongekend spannend worden. Daar ben ik van overtuigd. Max Verstappen is er niet, hè? Max Verstappen is er niet, maar Waller Wiel Schroef, er Jim Ubachs en er Frank Schmeet en er Maarten Jansen. En die gaat zich liggen onder het vuur aan de schenen liggen. Daar ben ik van overtuigd dat dan in de vuren is gezien. Ah, dat wil ik het zeggen. Het is hem hier, hij is onderweg. Ja, daar gaat ervoor. Hij had de touwtjes strak in handen, letterlijk en figuurlijk gezien. Hij broeit zich nog eens een keer zaten op de richtige baan in de lijn van de weg. Ja, de volgende is onderweg. Door de Juran Kerkens, de Schoenkamer. Had nog getraag gefrikkeld dat er nog een nieuwsnaam had gekregen, had ik begrepen. Er loopt geen tijdswaarneming. Oh, dan moet ik hem gelijk nog eens terugbrengen. Met die oerregen na kouden, dan lagen ze. Zeer moeilijk te besturen, hè? Ja, zeer moeilijk te besturen en te beremmen. Wij geven ervoor. Had de eerste man zo gevaren? Had dat gewoon gegaan? Jo, hing nog een nee. Hing nog een nee? Ja. Maar had ze een goede tijd? Ja, dat weet voor niet. Die vlot was van 45 geloof ik. Ja, niet naar de ruiste prijs. Had ze een beetje aangesteld dat koud werd nu? Ja, is bijgesteld. Bijgesteld op het koud weer. Ja, is mee. Parcours is vrij, laat hem komen! Parcours is vrij. Kijk of dat een pap gaat vullen. Hartstikke goed kijken. Tijd van 6:28:58.
Gereicht. Hast du Favoriten? Nee, ich bin gewöhnt und kicken, wer das schnellste Ticket fahren. Und wer hat das schnellste nun? So, darf ich nicht reden. Haben Bahnen nicht ganz welche kriegen. Nee, das war nicht. Ja, das ist ganz Geselligkeit. Durch die Vorlagen ist er, sagt er, wie sie sie da kommen. Anschmitz, Lanzen-Silber-TV, Gormel. Wo soll er jetzt nicht grusieren? Jetzt soll er Specken grillen und Krugen grillen für die zweite Morgen. Wo wir das nicht auch noch von dir nehmen. Ja, ich möchte Spitzkaudels und dann noch oben zu. Mit ein Anton Seekisten ist doch gut. Oh, nein. Ja, volgens mij hebben we dit toch eraan gesleuteld om een zoere prachtige tijd neer te zetten in de finale. Ja, ik denk dat de pauze goed genoeg had, dat is goed gelukt. Hier zie je nog, hier is het beste. En dan is er in het zicht van de vaste camerapositie hier op de Wielerwielerschool. Juf van Houten, Kiedestam, die geconcentreerd dat hij dat deed. De laatste chicane en dan links richting de finish op het materiaalplein. En daar kunnen we even de finish in de zandbak met een tijd van 41-18. En nog zien de tijd verbeterd met 8 seconden. En dan komen we in het zicht van de vaste camerapositie in de Wielerwielerschool. De Duckies, Kiegers, wie geconcentreerd, dat zijn Kiegen. De laatste chicane naar links, toe richting het patronaatsplein. Naar de finish in één vloeiende beweging. Met een tijd van 48-72. En toch is er ook wel dat deze tijd wederom verbeterd is. Al voor 8 nieuwe seconden. Toeval of nee, ik weet het niet. Zit er inderdaad rustig in op 0-2 finale. Dus ze denken van genieten ervan gewoon voor de laatste keer nog eens een keer die de kriekenschoor af. Op een dode gemak, hier komen ze naar binnen. Met opgeheven hoofd. Want meedoen is belangrijker dan winnen. In een tijd van 94-75. Dat waren de finalisten van de klasse 1 in de leeftijdscategorie. Ja, Jens en Sjoerd, hoeven de plei. Oja, wat moet je? Nu kunnen we in het blikken van de vaste camerapositie hier. De geweldige team die er neer zit. Alle, geweldig. Ja, hij is binnen. Met 31-24. En toch is het 2 seconden langzamer als die tijd in de vorige match. Zullen we toch nog iets lands hebben aan deze boline? Discarlos. Wat is vrij? Wat is vrij?
bomen gelegd. Dat had ik al gezien. Oh, wat een snelle helemaal. Een geweldige snelheid. Die laatste chicane naar links toe. Wat geweldig schiet in de bocht aan. Binnen een geweldige tijd van 26,85. Dat is snel. 26,85. Zilverfeile tijd. Engelijn, strak, schiekeurig. En natuurlijk, dat is nog wel een heel aparte manier van sturen met deze bolide. De laatste bocht naar links, richting de finishlijn. Heel strak aangesneden. En een tijd van 35,03. Verwerping van die veranderde die. Oh ja, maar toch dat. 37,83. Ja, dat klopt. Kumpen in het zicht van de vastenkamer, heel geconcentreerd. De laatste chicane naar links toe, richting de finishlijn op het pad ernaast blijven. Een hele mooie tijd van 30,53. Tussentijd Kiki met het team Zwitserland. Een hele hoop Zwitserland tussen de plaatsen met die linkse laatste chicane richting van de laatste lijn in de tijd van 28,19. Zijn eigen tijd zeker verbeterd. Ja, dat zit voor het bord komen we hier gesloten richting de middenlinderspoort. De laatste chicane links in Patrolaanspijn op. En in een geweldige tijd van 29,42. Absoluut een hele snelle tijd. De laatste ronde, de laatste linkse chicane met een hele mooie tijd van 26,94. Dat is een mooie tijd, 26,94. Dat heeft die andere niet gehoord. En ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd met hoe we hier komen. Hij is echt over het stuur heen gebogen. De laatste chicane van deze. Hij is echt een prachtige team. Die is de linkse chicane uitgenomen. Volgende zondag met 26,83. De snelste tijd. Ja, kom maar. En dit is hem. Dames en heren, mag je een applaus voor de derde plaats van de klasse 1, 4 tot en met 8 jaar, Maud en Finn van der Heijden. Had de bekken maar in de lucht. Wat een loot! Ja! Goed zo. Dankjewel, Jeu van Houten. Ook een ding van harte proficiat. En kom maar een beetje naar voren. En de prijs morgen. Jeu van Houten, de tweede plaats. Super gedaan. En dit zijn dan de winnaars van de klasse 1. Kom maar een beetje naar voren. Beker in de lucht. Geef ze een geweldig applaus. Jens en Sjoerd. Dit of volgend jaar wel met? Ja? En Gudder dan wel winnen? En die ook die ook voor mij voor het jaar? Ja. Goed zo. Ja. Provincie bij de tweede plaats. Ga de werken wie het die aanpakken alsjeblieft. En geef een groen applaus. Ellen, van harte gefeliciteerd. Volgend jaar waren we zeker. Ah ja, zeker zitten. Natuurlijk, ja. Provincie had er nog eens applaus voor haar Ellen alsjeblieft. Geheim. Is het die geheim? Zo, we staan nog met de mond vol dingen, daar heb ik niks meer te zeggen. Ga naar Dion en pak de beker alsjeblieft in ontvangst. Van harte gefeliciteerd en een applaus voor de 10 scorers in de klasse van 8 tot en met 13 jaar. Winnaar van de Zeepkist 3 is 2015. Merci jong. Welkomen binnen klasse 3. Dit is 14 jaar en ouder. Op de derde plaats. De Windberger Hoeve met Niels en Jordi. Geweldig, de derde plaats. Wie vond ze het evenement vandaag? Ja, wel goed. Wel wel goed. Volgend jaar voor de winst? Ja, joh. Laat ik maar zien in de derde plaats. Windberger Hoeve. De tweede plaats. Harry Hofkast, de Frank en de Maarten. Ja.
Sprek er ook af wie er Berker op de slaapkamer mag gaan. Dankjewel jongen, en volgende keer doen we wat met hem. Dan de eerste plaats. We hadden het al een beetje gezien, Ramon en ik. Want dat was echt een snelheid dat ze zegt van, dit werd echt gevaarlijk. De zilverpfeil met de wil en de Jim. Jongen, zilverpfeil, de snelste hun, wie vulderig. Ja, super. Wat had ze verwacht? Ja, ik weet het niet, het wil dicht. Wieder Schumi. Wieder Schumi, welke? Dames en heren, gisteren nog een geweldig applaus. De winnaars van vandaag, de zilverpfeil, Wil en de Jim. Dames en heren, eerst een geweldig applaus. Nummer 1, Wil Andersen. Een foto naar voren, jongen, wat naar voren. Want dat is echt voor de winnaars. Want ook op TV Krijnland zullen we te zien dan. Super! We zijn vandaag op Kasteel Wetten en daar heb ik een afspraak met Ronald de Meij. Ronald de Meij, ja, op een kasteel wonende, eigenaar van een kasteel. Wat ben je dan eigenlijk? Kasteelheer? Of is het misschien nog een redder? Of een graaf? Ronald, als er eerst een venster uitkijkt naar de prachtige park, waanzinnig dan niet een aantal eeuwen geleden. In het begin houden ze dat wel. 17e, 18e, de heerlijkheid Wittem. Ja, in het begin houden ze dat wel, maar het gaat heel snel over. Ja, ja. Dat heel gewoon noodzakelijke over. Noodzakelijke, door het standhouden van het kasteel en het standhouden van het bedrijf wat ze hier hebben. Dat is heel hard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja. Het idyllische dat is er heel snel weer vanaf. Ja. Dat is mijn kant bestel. Ja, maar als ze dan toch even die momenten waar ze dan deel van nadenken, zo over een eeuwen terug is, en als het dan weer in herinnering gebracht wordt van welke grote mensen uit de geschiedenis, een aantal van die Kareltjes, die wat hier geweest zijn, de grote, de vijfde, Peter, waar hij het hier gelogeerd, ja, komt dat niet nog terug? Nou, het is heel af en toe, als je weer in de burgerkeeks en verhalen heurs, komt dat zeker wel weer terug. Karel de Grote is hier overigens niet geweest, dat wordt te vroeg. Dat wordt in de 9e eeuw en het kasteel dateert van de 11e eeuw. Ja. Dat is een misverstand veel op internet wel stijt, maar ja. Karel de Vijfde inderdaad is hier wel geweest. Ja. En, maar ook, je leest ook heel veel van de prins van Oranje, die in zijn tochten tegen de Spanjaarden ja hier ook vrij langdurig is geweest. Dus ja, dan komt dat weer terug en dan dwaalt ze dat weer even af. Maar nog, ja, dan wordt dat weer regelmatig snel weer terug in de realiteit geduwd. Maar dat maakt het kasteel wel heel erg interessant en mooi. En ook om een gasten te vertellen die hier dagelijks komen. Om toch aan te geven wie hier allemaal geweest is. En zeker als ze in deze toren slapen. Is dat toch wel leuk om dat aan te geven, joh? Dit is één van de torens waarvan we zitten. Oorspronkelijk waren er meer torens. Ja, vijf. Vijf torens op het kasteel geweest. De grachten eromheen. Het is eigenlijk een authentiek kasteel, wie het middeleeuwen. Zeg maar met een gracht eromheen als verdediging. Ja. Wat geeft dat voor gevoel bij de gasten? Nou, de gasten, zeker als ze het vooral de weekends vertellen, dat en weer doen we dat altijd persoonlijk, voor zijn elke dag hier aanwezig. We ontmoeten onze gasten ook dagelijks. En dan is het wel heel leuk om juist in die rustige momenten de gast toch te vertellen hoe ze zijn. En sommige gasten hebben zich een beetje ingelezen, omdat ze het zelf heel interessant vinden. En sommigen zijn echt verrast door de rijke historie die
kleine kasteel, wat het op dit moment natuurlijk is, ten opzichte van vroeger, biedt een heel groot en belangrijk kasteel, zeker in deze regio hoor. En als ze dan de verhalen kind vertellen die zich hier een beetje hebben afgespeeld, vinden gasten dat heel erg mooi om naartoe te rusten. Beperkt ze dan dit tot kasteel Wittem, of zegt ze nou, er liggen nog een aantal prachtige kastelen die in de directe omgeving, bijna op de steenworp afstand. Komen de vragen van die gasten ook in die richting, of gaat het in verhalen ook een stukje in die richting? Nee, het is met name over kasteel Wittem en haar, de Rijksheerlijkheid, het grote gebied in die tijd, waar kasteel Wittem toen in de tijd de belangrijkste rol in speelde. Ja. En dat beperkt zich wel. Dus er hebben ze inderdaad heel veel mooie andere kastelen hier in de buurt, die nog wel eens genoemd werden, zeker met wandelingen. We hebben een mooie kastelenwandeling hier klaar liggen voor onze gasten. Dan wordt dat natuurlijk even genoemd dat ze langs die andere kastelen komen. Maar ja, de echte geschiedenis van het kasteel Wittem, die bezit ik. Maar de andere kastelen, die hebben weer een hele eigen geschiedenis. Ja, ja. En dat is een beetje globaal, geef ze dat maar aan. Ja, ja. Natuurlijk concentreert ze zich op hun eigen kasteel. Ja. Ja, maar wie aan het begin dat wist pas dat overgenomen had, toen had ze inderdaad nog het idee van, dat is kasteel hier. Maar wie is eigenlijk op dat idee gekomen, had ze beter gewoon een hotel in het centrum van Maastricht kunnen pakken, of een restaurant? Nee, onze droom samen met mijn vrouw is immer geweest om zowel iets kleinschaligs te doen, een kleinschalig hotel te doen, met een kleinschalig restaurant erbij, maar wel in een pand die echt aansprak. Ik hou mijn hele leven al van hele oude gebouwen. Vroeger ik klein word, ging ik altijd al zocht ik de oude gebouwen en oude kerken al op. Dat is er altijd ingebleven. En veel wouden per se zo gaan doen in een aansprekend pand. En niet in een pand waar er al zoveel van zijn. Vooral gewoon een uniek pand, waar de gasten die hier komen, alleen al door het pand al betoverd zijn, of in ieder geval bevangen zijn van de pracht, maar ook de intimiteit die dit kasteel toch wel heeft. En daar zijn we echt naar op zoek gegaan. Ja. In deze torenkamer, wat heeft zich hier afgespeeld? Ja, exact zou ik dat niet weten. Het is wel de oudste toren die al in de 11e eeuw genoemd werd. Ja. 12e eeuw, begin 1100. Wat zich hier al heeft afgespeeld, dat was nog niet te lang bij nadenken. Hier is zoveel afgespeeld. Op dit moment vinden hier belangrijke vergaderingen plaats. Mensen die in een klein gezelschap toch in een speciale locatie willen vergaderen. Maar waren dat niet toen ook al? Ik denk dat het toen ook al zo gebeurde. Ik denk dat er toen ook al belangrijke mensen hier zaten om zaken met elkaar te bespreken. De voorbespreking voor wat uiteindelijk in een grote zaal dan verteld wordt. Je hebt ook een grote zaal, zeg maar. Ja, precies. Die is weliswaar in de tijd van Plattenberg eigenlijk een beetje tot stand gekomen en de familie daarna de Merkelbach. Rond 1700? 1700, de 18e eeuw inderdaad, maar verruimen pakken, dan zitten we goed. Maar dit is nog echt een toren en met 5 torens die rondom de binnenplaats hebben gelegen. Mm-hmm. Zoals het echt in de oudheid was en in de tijd dat prins Willem van Oranje bijvoorbeeld hier bijna een maand had gezeten, die zou best wel hier ook hebben gezeten kunnen hebben. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus dat is wel leuk om dat af en toe... Dat er nog rekeningen naar de openstaan in het hotel? Nee, wordt het maar waar. Ja. Dan kon ik zich doen, want het koningshoed is gewoon om te vragen of dat nog opgelost was weer. Ja. Dan heb ze meerdere ruimtes hier beneden. Is de indeling zo'n beetje grof gezakt hier beneden? Dat is 2 zalen, dat is een kleine lounge. Ja. En deze kamer hier, dat is voor de benedenruimtes. Ja, de benedenruimtes. Het kasteel bezit niet echt een kelder, maar een souterrain. Dus ongeveer nu bovenop zitten, dat zijn de keukens en de voorradenkelders. Ja. Boven zitten, vroeger was dat nog een echte kerker. Een gevangenis in de tijd dat de familie Roding het kocht van Freule Merkelbach, wordt dat ook nog echt een kerken met een hek erin. Die hebben ze wel allemaal verwijderd. Dat is op dit moment de voorraadkelder. Betekent dat er in de kerker gekookt wordt? Nee, dat is de voorraad. Er staat alles lekker koel. Het is een hele dikke muren, dus daar de buitenlucht en het licht komt daar niet. Dus dat is echt een voorraadgedeelte waar we de producten neerleggen.
En de rest is allemaal keuken. Mm-hmm. Spoelkeuken, keuken en toiletgroep. Waar we nu zitten is inderdaad de torenkamer. Die grenst aan onze bar. Ja. Voor onze hotelgasten, maar ook voor mensen van buitenaf. Een gezellige bar gemaakt, een lounge waar je een lekker glaasje wijn en een kaasplankje kunnen eten of zo. Of een kopje koffie, een stukje vla. Mm-hmm. En dan even hebben we dan het restaurant, restaurant Violin. Mm-hmm. Waar wij van donderdag tot zondag lunch en diner maken. Mm-hmm. En we hebben nog een wat grotere zaal, dus onze Prinsenzaal. Mm-hmm. Die we geboeken voor ceremonies en voor grotere gezelschappen die door een vergadering of een workshop of een of andere meeting, een receptie of zelfs een feest willen houden. Ja. Ja, en dan wordt verleden vergeten het terras boeten, hè? En dan hebben we de mooie zomermaanden gelukkig nog terras. We hebben al een paar terrasdagen gehad eind maart zitten we nu. Dus dat is al heel erg leuk. En het terras is natuurlijk een uniek iets waardoor men ook de drempel niet heeft die de oprijlaan toch een beetje met zich metbrengt. Ja. Met het terras zijn we toch dat jullie dat veel minder hebben en lekker op het terras gewoon zitten om zomaar iets te drinken. En kijken dan ook op een prachtig park. Ja. Met heel, laat ik het even noemen, gekke bomen. Ja, eeuwenoude bomen. Eeuwenoude gekke bomen. Er stonden 5 bomen in die in de tijd van Plettenberg geplant zijn. Ja. Dus wat dat betreft heeft het wel een enorme historie. Dit park is aangelegd in de tijd van Van Plettenberg, graaf van Plettenberg, die zoals je weet ook de weg heeft aangelegd en de molen en een heel aantal andere zaken hier in deze regio. En dat is eigenlijk nog steeds redelijk intact, het is alleen een stuk kleiner geworden. Ja. Limburgs landschap heeft ook een aantal. Met Van Plettenberg nog de sneeuwklokjes geplant zijn. Dat denk ik niet. Die zijn er gewoon wild terechtgekomen. Ja. Ik vind dat prachtig. Langs de kant van de Geurndoor is het helemaal wit gekleurd. Ja. Dat is een van de eerste bloemen die wat ooit komen. Ja. Maar er is een speenkruid wat er tussenin groeit nog. Dus het park. Maar dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de bronnen. Ja, er is in het gebied heel veel bronnen. Ja. Dat is ook de reden waarom er zoveel brouwerieën worden. En nog steeds misschien wel zijn. De grachten worden gevoed door die eigen bronnen. Het is daarom ook heel erg drassig. Mm-hmm. Ook een reden waarom het kasteel hier gebouwd werd. En niet bovenop de berg, maar in het dal. Omdat het een drassig gebied is en in die tijd dus heel moeilijk aan te vallen wordt. Moerassig eigenlijk. Mm-hmm. De Hollanders zeiden ook wel over Limburg dat het een moerassig gebied wordt. Want het wordt hier zeker het geval. Dus heel veel bronwater. Ook mooi om te zien. Maar blijven die in de winter bevroest zitten? Nee, het is immer 10, 11 graden wat naar boven komt. Er komt als het heel helder is, een heel klein vliesje op. Ja. Maar het loopt zich dan niet door voor de gek houden, want het is eigenlijk zo weg. Mijn dochter is er ook al 2 keer ingevallen. Oh. Dus ik dacht toch dat het helder was, maar dat is niet zo. Een stuk warm water bron, mooi. Ja, het is immer 10, 11 graden wat naar boven komt. Dus zeker bij de bron zelf helemaal geen ijs natuurlijk, maar etterlijke meters weerop gebeurt dat dan. Maar het wordt iedere keer toch wel 10, 11 graden aangevoerd, dus dat bevrust niet echt niet. Ja. Er is altijd een beetje damp bovenop de grachten en de vijver liggen, vanwege die temperatuurverschil. Ja. Dat is ook mooi om te zien. Van de grachten dood, de overstroom, naar de vijver in. Naar de vijvers, ja. En loopt dan weer een stuk weg door achter, als er te vuil in de vijver staat. Ja, hier de geulen loopt het via een onderloop van de grachten en aan de achterkant loopt het uiteindelijk in de IJzerbeek. Die moet eigenlijk allemaal via de gulpen en dan de geulen gewoon. Ja. Dus heel veel bronwater verdwijnt erin. Wat vindt u zelf het prachtigste aan park, kasteel, torens? Wat is het wat je steeds nog boeit? Hoe ze zeiden van, dat is nog net. Nou, de blik vanuit het park richting het kasteel, dus met de oude toren. Dus de voorkant kennen de meesten nu wel. Ja. Dat is ook wat het meest op de aanzichtkaarten stijden, het meeste gefotografeerd wordt. Maar eigenlijk is de achterkant met de toren vanuit het park is het mooiste zicht. Als je daar die bankjes zo stoort? Daarom stonden die bankjes, die worden hopelijk nog deze zomer vernieuwd, zodat er weer lekker prettig gezeten kunt worden. Maar daar zien ze eigenlijk de eeuwen en de moeren en de gevels van het kasteel, zoals je de eeuwen voorbij trekt. Ja. En dat is wel erg mooi vanuit de 12e eeuw. Zien ze gewoon door de verschillende tijdperken, als een lappendeken verdwijnt dat in die gevel, waardoor ze uiteindelijk in de 18e eeuw terechtkomt. En dat vind ik de mooiste blik van het kasteel en die blijft altijd integreren. Die blijft altijd mooi om naar te kijken. Ja. En gelukkig kunnen ze er zelf ook nog wel eens verwonderd naar staan te kijken van. En dat is het mooie van zo'n pand, dat blijft altijd, elke dag opnieuw, heel erg mooi. En mooi om naar te kijken. Ja. Ja. Ja, ik noem er als voorbeeld steeds van, als je door het park gewoon wandelt.
en zichzelf heen rondgewandelen kom langs de Witte Allee, dan pak ik altijd een rondje van het park, ja. Pak ik altijd met. En het is, wie ze zei, het is steeds van een andere kant. En het lukt eigenlijk alleen maar te kijken van ja, welke pracht en iedere keer weer opnieuw. Ja, zeker nu de lente er weer aan begint te komen en alles weer begint te groeien en de bloemen en de planten weer dadelijk weer mooi staan. Ja, dan is het toch wel, dan zien ze de weg niet meer zo goed. Wat nee. Natuurlijk toch een beetje jammer is hier in het park, dat die weg, dat de weg zo best veel lawaai maakt. Maar dan is dat een beetje afgesloten en dan is ze helemaal weer in het park. En dat is wel erg mooi om dat inderdaad te ervaren. Ja. Dan wil ik deze bedanken voor dit gesprek en voor de uitleg over dit prachtige kasteel. Kiergenoeg. Ja. En kijkers, ik heb het net zelf al gezegd, als je hier langskomt, langs de Witte Allee, een rondje door het park, prachtig om te zien. Een van de mooiste kastelen wat hier in de omgeving ligt. Ronald, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt dat je op bezoek bent geweest. Ja, heel erg bedankt. Zover deze uitzending. Programma's ziet u ook op onze website en op Facebook.